Voor de consumenten is het soms moeilijk inschatten of ze in aanmerking komen voor een hypothecaire of een kredietlening. Gelukkig kan je aankloppen bij een specialist, zoals hypotheekarchitect. Het verschil tussen een grootbank en een kleiner kantoor, zoals hypotheekarchitect, is: een grootbank vertelt enkel en alleen over een eigen aanbod. Dat is ook begrijpelijk, maar waar anderen stoppen, gaan wij door. De hypotheekarchitect maakt het verschil omdat elke klant en elke situatie ook anders is. Net zoals elke bank of kredietmaatschappij ook een andere acceptatiepolitiek heeft. Het is onze kracht om al deze voorwaarden te koppelen aan de wensen en noden van de klant. Op deze manier krijgt de klant het meest interessante voorstel. De hypotheekarchitect is een team van specialisten en op de allereerste plaats een vertrouwenspartner. Wij kijken anders naar uw verzekeringen, kredieten en anders naar de klant. Ons advies is gratis en 100% neutraal. Wij zijn één aanspreekpunt voor al uw vragen. De hypotheekarchitect helpt in iedere situatie. Ben je op zoek naar een financiering, voor een nieuwe woning, auto, renovatiekrediet of andere gezinsuitgaven, dan helpen we graag verder. Maar ook voor het zoeken voor een pasklare oplossing van je verzekeringen zijn we er. Kortom, we zoeken alles voor je uit. Hypotheekarchitect staat voor maatwerk. We noemen onszelf dan ook niet voor niets architecten. Onze missie is helder: meebouwen aan het perfecte ontwerp voor al uw kredieten, hypotheken en verzekeringen. Dit in het volste vertrouwen en met een zeer persoonlijke aanpak. Zo krijgen we het beste resultaat: maatwerk. En dit ongeacht uw financiële slagkracht. We hebben voor hypotheekarchitect gekozen omdat we met een tweede woonst zitten in de Ardennen. En we hebben verschillende banken gedaan en dergelijke, maar die persoonlijke klik was er ook niet zo, voor zo te zeggen. En dan hebben we gewoon een telefoontje gedaan en dan naar hun, naar de hypotheekarchitect, naar Stijn en Etel. En dat is eigenlijk allemaal vrij goed gegaan op dat moment. En op zeer korte tijd ook hebben we een afspraak kunnen vastleggen, omdat we ook dachten de afstand tussen Borgloon en Zijk, een uur rijden, oei, hoe gaat dat verlopen? Ik moet zeggen, dat is eigenlijk allemaal perfect gegaan. Ze zijn gewoon een auto ingesprongen een paar dagen nadien. Ze zijn tot thuis gekomen, zelfs aan huis. Dat de meeste banken ook niet doen. We hebben daar een goede babbel gehad. Ze hebben ons geholpen van A tot Z met het hele project. En nu zitten we met de tweede woonst in Ardennen.